Elk jaar zijn er veel discussies over het afsteken van vuurwerk rondom oud en nieuw. Gemeenten krijgen van het kabinet zelf de vrijheid om regels te maken over een eventueel vuurwerkverbod. Fractievoorzitter Emmy Wittenberg van D66 Wiegen pleit nog altijd voor vuurwerkvrije zones in de gemeente. Nou, vier jaar geleden hebben we al vragen gesteld over een centrale vuurwerkshow. De tijd was daar toen nog niet rijp voor. Althans, de gemeente liet het vooral over aan particulieren en ondernemers. Dat initiatief, dat zouden we heel graag willen zien. Waardoor ook het aantrekkelijker wordt voor mensen om bij professioneel vuurwerk te gaan kijken. En zelf geen particulier vuurwerk meer af te steken. En wat ons betreft zou er één grote vuurwerkvrije zone kunnen komen. Met daarbij ook een aantal knalveldjes, om het zomaar te noemen. Waar mensen ook vuurwerk kunnen afsteken. Maar bijvoorbeeld in 30 kilometer zones geen vuurwerk meer. Dat is het meest duidelijk voor iedereen en voor de handhaving. Vroeger als kind moest ik zelf altijd achter het raam kijken. En ik denk juist daarom dat ik ook vuurwerk ben gaan afsteken, omdat ik het heel graag wilde doen. Alleen ik ben me ook de laatste jaren steeds meer gaan beseffen dat het echt heel gevaarlijk is en ook veel leed bewerkstelligt, ook voor dieren. We hebben zelf een hond die durft al wekenlang de straat niet meer op. En vorig jaar heb ik zelf ervaren hoe eng het was hier in Wiegen op het Europaplein. Het leek wel oorlog. Het is toch wel de vraag hoe het vuurwerkverbod gehandhaafd moet worden. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek hierover. En daarvoor zou ik ook heel graag de politie, maar ook de brandweer uitnodigen. Zij sturen ook die kerstkaart naar de Tweede Kamer. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hun ideeën hierbij. Maar ik denk dat wij met D66 Wiegen in ieder geval aangeven dat wij hun oproep serieus nemen. En laten we dan vooral met elkaar in gesprek gaan wat zij nodig hebben om die handhaving ook goed vorm te geven. Ja.